Goedenavond, dames en heren, op deze oudejaarsavond 2021. En wat is er mooier om het jaar af te sluiten met een orgelbespeling vanuit de Oude Kerk in Zwijndrecht. Een programma met muziek, met bezinning, met muziek, met dankbaarheid, met muziek, met een gebed erin verweven. Een muziek met hoop. Een veelbewogen jaar ligt achter ons. Dingen gingen anders dan dat we dachten dat ze zouden gaan. Maar toch mogen we op de laatste dag van het jaar beseffen met elkaar dat we hoop mogen houden dat we in 2022 door mogen gaan met ons prachtige werk, het spelen en dirigeren. Bedankt voor het afstemmen. Dank voor de donaties om ons werk in stand te houden. En zeker ook hartelijk dank aan bakkeliet.nl, Arie Korevaar, voor het organiseren van deze opname. En aan de organist Marco Redijk, die het orgel in perfecte stemming heeft gebracht. We gaan beginnen met meditatief orgelspel. Blijf bij mij, Heer, want de avond is nabij. Geniet op deze mooie oudejaarsavond. Thank you.
Mensen die in deze tijd, in de tijd van de feestdagen, heel mooi werk doen, vind ik altijd, zijn de mensen van het Leger des Heils. De mensen van het Leger des Heils hebben ook prachtige liederen, prachtige muziek. Dat zijn vaak die strijdliederen. Ik hou ervan om erover te improviseren. En misschien wel het bekendste strijdlied wat ze hebben is Voorwaarts Christenstrijders. En daarom nu als vervolg na het eerste meditatieve een improvisatie in marsvorm over Voorwaarts Christenstrijders. Zoals ik al zei, muziek, verstilde meditatieve vorm en feestelijke muziek wisselen elkaar af vanavond. De volgende improvisatie gaat over Psalm 102. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Ik weet nog, vroeger toen ik organist was in Dirksland, dat die op oudejaarsavond vaak gezongen werd, die mooie psalm. En daarover ga ik nu improviseren. Psalm 102. Thank you.
prachtige psalm eigenlijk die niet zo vaak gezongen en gespeeld wordt. Des te meer reden om er vanavond bij stil te staan en van te genieten. En ik ben ook altijd blij dat er heel veel kinderen naar mijn uitzendingen kijken en luisteren. En speciaal voor de kinderen een improvisatie over kinderliedjes. En natuurlijk mag dat veelgevraagde liedje wat we gezongen hebben rond kerst, Kaarsjes in de nacht niet ontbreken, Er gaat door alle landen mag natuurlijk niet ontbreken. En dan eindigen we straks met onze handen gevouwen. Thank you.
trouwens, in deze kerk staat echt een weergaloos mooi orgel. Wat ook heerlijk inspireert tijdens het spelen. Soms heb je van de orgels en dan zit je achter de speeltafel en dan denk je, het zal wel mooi klinken in de kerk. Maar hier krijg je het echt al spelend, krijg je het ook prachtig mee. En het is een beetje vergelijkbaar, jullie kennen dat orgel van de Breepleinkerk in Rotterdam. Nou, daar vind ik het altijd een beetje op lijken als ik hier speel. Het mooie is ook, ik zie hier wat Henk Schoierman uit Rotterdam hier nog veel aan gewerkt heeft aan dit orgel vroeger. En Henk heeft dat ook gedaan aan het orgel in de Breepleinkerk. Mooie herinneringen die al spelend soms opborrelen en je dan weer inspireren. De volgende improvisatie is ook weer een moment van bezinning. En die gaat over nader mijn God bij u.
tijdens de kerstdagen, de kerstperiode, hebben we veel gespeeld en gezongen over liederen die gaan over zijn komst. En ik ga nu improviseren over een lied wat gaat over zijn wederkomst. Twee thema's. Wij hebben op de fluit gespeeld, maar dan vooral daarna eens als de bazuinen klinken. En dan gaan alle registers, vooral de tong werken, de trompet en de dulciaan, de bazuin van dit orgel gaan weer open. Thank you.
Ja, prachtig lied over de wederkomst. Het jaar was veel bewogen en dat zal voor jullie thuis ook zo gelden. En voor ieder in zijn persoonlijke leven zal dat gelden. En dat is voor mij persoonlijk ook zo geweest. En dat begon eigenlijk in februari toen mijn vader overleed. Ik heb jullie daar ook van verteld. Hij kwam heel vaak bij mijn concerten. Hij was samen met mijn moeder mijn trouwste fan. Hij reed vanuit het prachtige Ierseke overal heen in het land om bij concerten aanwezig te zijn. Ooit begonnen we een secretariaat voor de verkoop van cd's en dvd's en bladmuziek. Dat werd door hem gerund. En zoals hij ook voor mijn broer en mijn zus ontzettend veel gedaan heeft, heeft hij ook ontzettend veel voor mij gedaan. Rondom zijn overlijden kwam Psalm 25 naar boven. Ik had het voor hem opgenomen in de grote kerk in Elburg. En op een telefoontje bij zijn bed gezet. En hij luisterde ernaar. En toen op het eind zei hij: zie op mij in gunst van boven. Het prachtige couplet uit Psalm 25. En ter herinnering aan hem speel ik nu twee koralen over Psalm 25.
toen in de zomer, zeg maar in augustus ongeveer, het allemaal een beetje open ging. En er weer concerten waren met publiek erbij en zo, heb ik veel mensen ontmoet die me kwamen vertellen dat ze ontzettend veel moed en kracht geput hebben uit de improvisaties die ik speelde tijdens de online uitzendingen. Daar ben ik ontzettend blij mee, want daar doen we het uiteindelijk voor. En daarom ben ik ook blij dat we daar nog steeds mee door kunnen gaan. En dat we ook in het nieuwe jaar weer daar mooie plannen voor hebben kunnen smeden. Liederen die heel veel gevraagd zijn, zijn natuurlijk die psalmen die ik vanavond ook speel. Maar zeker ook die prachtige liederen, die nieuwe liederen van Sela. En daarom nu een medley over Ik zal er zijn en een toekomst vol van hoop van Sela.
heerlijke liederen om te spelen hier in de prachtige oude kerk van Zwijndrecht. En ik hoop ook heerlijke liederen om thuis uit volle borst mee te zingen. Weer terug naar de psalmen. En eigenlijk gaat het over twee psalmen, 65 en 72. En die hebben eigenlijk dezelfde melodie. Ik begin met een koraalbewerking over de bergen zullen vrede dragen. Prachtig ook in deze tijd van het jaar. En dan ga ik over naar 72. En dan maak ik als tussenspel een toccata. En dan krijgen we dat prachtige. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Vers 11 uit Psalm 72. Maar eerst 65. Thank you.
En na deze jubelende psalm 72, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Met amen, amen, na ga ik afsluiten met meditatief orgelspel. En dat doe ik met twee liederen. De dag, door uw gunst ontvangen, is weer voorbij. De nacht, genaakt. En daarna, hoe kan het ook anders, als slotkoraal uren, dagen, maanden, jaar.
Ja, en met het amen van onze Ere zij God besluiten we het muzikale jaar 2021. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat jullie thuis genoten hebben van de vele online uitzendingen. Als je ze nog eens terug wil kijken, ze staan allemaal op mijn YouTube-kanaal. Ik heb het met heel veel inzet en liefde gedaan. Met heel veel mensen om me heen. Want in deze tijden kom je er steeds meer achter dat je op de eerste plaats het zonder hulp van boven niet kunt. Maar ook niet met de hulp van mensen in je eerste cirkel om je heen. En zeker ook de mensen die me rondom de online uitzendingen geholpen hebben om het allemaal waar te maken. Allemaal gedaan om jullie thuis tot steun te zijn. Om jullie thuis te laten genieten van onze muziek. We gaan het jaar uit en we hopen elkaar morgen weer te zien in een nieuwe uitzending op Nieuwjaarsdag vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag. Ik wil nogmaals de organist Marco Redijk van harte bedanken voor het stemmen van dit geweldige mooie orgel. Ik hoop dat ik in het nieuwe jaar hier nog vaak terug mag komen. En bakkeliet.nl voor de verzorging van deze opnames. Natuurlijk ook een hartelijk dank, zeker vanavond, aan Wim en Ellen de Penning. Die stad en land afreizen als ik weer een nieuw idee heb van laten we naar Farmsum gaan, laten we naar Bolsward gaan. En overal zijn ze en maken het perfect in orde, zo ook hier in Zwijndrecht. Van harte bedankt voor straks een hele gezegende jaarwisseling. Heel graag tot morgen. Dank voor de steun. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Ook op de laatste avond van het jaar. Het komt goed, want we hebben elkaar.